Zedenmisdrijven. Mijn collega Katelijne Buitenweg is hier al heel lang mee bezig. En als er volgens mij één reden is waarom ze in de politiek zit, dan is het wel vanwege de rechten van vrouwen. En als je dan hoort dat slachtoffers van zo'n zedenmisdrijf maanden tot een jaar moeten wachten totdat ze gehoord worden, of dat de daders, de vermoedelijke daders, worden gehoord, dan is dat niet acceptabel. Dat is niet alleen een probleem voor de slachtoffers en voor de hele verwerking van het trauma, maar ook voor ons rechtvaardigheidsgevoel als samenleving. Ik vind prima dat ik een jaar moet wachten tot ik iets hoor over mijn gestolen fiets, maar niet over zo'n zaak waar de integriteit van het lichaam wordt geschonden.